Heb je hier ook gelijk?
staat als het dan tijdens je gestart is? Als het even gestart is, dan gaat hij sowieso, als hij erbij blijft, de voorfinish. En dan wordt het wel spannend of hij dan de vrienden ook nog in kan halen. Hij is ook aan het verkeren. De starttijd is verschil van 4 minuten. En Niels heeft het bijna goed gemaakt. 4 minuten. Hij heeft al 16 personen toch ingehaald terwijl hij eerst start moet gaan. En die gaan daar door. Dus we kijken naar Niels. Net zoals mijn cijfer. Niels Wiering gaat uitscholen. Oké, maar dan 13-16. En hier hebben we even de boost nog. Die naar de Liane gaat. Naar de Liane. Gaat hij door. Doe door heen. Heel goed, Niels. Kom op, Niels, dit kun jij. Doe de vrijwilligers. En daar is Thijs. Het is bijna aan het eind. Gaat klaar zitten om onder de laatste balken door te gaan. Onder de laatste balken. En Niels die gaat er nog een keer voor. Test alles eruit. Want die denkt, ja, wacht even. Kom op, jongen. Die 10 minuten, die heb ik ingehaald. Maar dan wil ik er ook meer mee halen ook. Kom. En hij heeft het in het vizier. Hij gaat, geeft de gas op. Het laatste stukje net onderdoor. Hij is er nog met de handen. Heel goed. En dan komt hij over de balk. Ja. Een sprintje nog, want het kan er op die paar seconden aankomen. Volgende lintje rechtsaf. En richting die bel met de tijdwaarneming. Ja. Komt Niels. Ja, die mag. Keurig. Naar de Liane. En we hebben in de eindrit 27 Niels Wieringa. Maar ondertussen hebben we weer een nieuwe held in de eindhindernis. Ook die komt al uit de andere startgroep. En dat is nummer 28, Johan Hoek uit Havelte. Ze hadden vorige week een thuiswedstrijd, maar nu strijden ze hier mee. Over de balken heen. En daar komt hij aan, Niels, die hangt nog in de laatste liane. Johan hebben we hier. Die zitten in de eerste huftes. Zoals wij die altijd oneerbiedig noemen. En Niels die gaat richting de balken, onder de balken door. En daar hebben we te maken met Johan. En Johan die gaat richting de apenhang. Sleept zichzelf nog een keer door. Uit Havelte, Johan. En die gaat richting het net, onder het net door. En ondertussen is daar gestart, want ik zie de voorloper gaan. De eerste Nederlands kampioenschapwedstrijd voor de... De oudste categorie, de A. Denk eraan als je als ouders meegaat. Dit is niet buiten het fietsparcours. Gaat u er wel buiten, wordt u gezien. Bent u het haasje of uw kind is het haasje? Dat gaan we dus niet doen.